Maar wordt mede mogelijk gemaakt door Bauhaus ten Horen, Frans Metz de Bedderij, Kleven en Zonen en Bingo. Harry, jij maakte vroeger doelpunten bij de Vleet. Achter elkaar, ontelbaar veel. Maar 10 doelpunten in 15 wedstrijden. Als spits van Feyenoord, ben je dan onder de indruk daarvan? Nou, dan doe je in ieder geval iets goeds. Ja, nee, prima. Dat zijn cijfers die horen ook, vind ik, bij een spits van Feyenoord. En het zijn ook vaak belangrijke goals. Ook nog 4 assists? Ja, nee, een jongen is een hartstikke leuk seizoen bezig. En dat ziet er gewoon ook hartstikke goed uit voor de komende maanden. Oh ja? Jawel. Want Het zelfvertrouwen is groot bij Feyenoord. Nou. En bij mij. Ook zelfs bij jou? Ja. Nou, we gaan het wel meemaken nu. In FC Rijnmond. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Geen veldje aan de lucht voor Feyenoord. En hoe anders is dat voor Sparta, de club die de afgelopen dagen ook nog eens 2 oud-gedienden, 2 clubiconen verloor. Daar gaan we het onder andere over hebben vandaag op deze maandag met Robert Maaskant, met Sinclair Bisschop en dus met Harry van der Laan. Zometeen uitgebreid inderdaad over het overlijden, het trieste overlijden, veel te vroeg ook, van Aad Andriessen en Wout Holverda. Ook nog wat oude beelden zometeen van die twee. Robert, wij spraken elkaar gisteren op de radio vlak voorafgaand aan Feyenoord Fortuna Sittard. En toen vroeg ik aan jou, hoe kan Feyenoord er nou voor zorgen dat het weer eens relaxed, ruim, een overwinning kan gaan boeken? Want Daar was wel weer eens behoefte aan. Hoe kwam het dat dat lukte? Nou, één, omdat ze gewoon veel meer kwaliteit hebben dan het huidige Fortuna, wat een zwakke ploeg is. En twee, omdat ze het baltempo hoog houden, waardoor ze door veel kansen te creëren, gaan ze doelpunten maken. En ze houden die bal vrij centraal op het veld. Wat ook knap is. Denk even aan de goal van Til onder andere. Lekker stiftje. Ja, nou ja, ja, maar vooral het voorbereidende werk. Ja. Kijk, normaal gesproken ga je veel te vroeg naar de zijkant te spelen en hou je het heel breed. Nee, Feyenoord probeert te blijven zoeken door het centrum heen. En dat doen ze gewoon goed. En dan zie je ook dat ze goals maken. En eindelijk een keer, waar er zoveel kritiek op geweest is, doelpunt uit corners. Ja, 3 stuks geloof ik. Hè? En bij Twente vorige week lukte er helemaal niets uit corners. Daar is dus op getraind blijkbaar. Ja, het is ook een beetje toeval. Er is ook op getraind. Ik moet zeggen, na Twente was ook onze kritiek. Misschien moeten anderen hem nemen. Nou, Uyssen is gisteren een corner, Diemers gisteren een corner en Kuktje. Dus 3 verschillende corner specialisten. Ja. En 3 keer wordt de bal toevallig goed binnengekopt. Maar het heeft ook met Fortuna Sittard te maken achteraf. Ulte die ook zei, we hebben ook weinig lengte. Maar het is ook gewoon knap dat bijvoorbeeld de kleine Linse 2 kan inkoppen. Ja, want Linse, Sinclair, als er nog enige twijfel was. Voluit nu, spits nummer 1 voor Feyenoord. Nou, ik blijf erbij. In de meeste wedstrijden, ja, hij is topscorer van Nederland. Ja. Dus natuurlijk gaat Arne Slot hem niet slachtofferen. Maar goed, het is toch ook goed dat je Dessers achter de hand hebt. In bepaalde wedstrijden zou je misschien met Dessers kunnen spelen. Hij zou ook nog de zijkanten kunnen uitwijken. Hè? Dus ja, als je ook ziet, Feyenoord heeft ingekocht, echt op doelpunt. Hè? Dessers ooit topscorer van Nederland geweest. Jahan Baks ooit topscorer van Nederland geweest. Hij heeft er al 10 in liggen. Ja, Til 9, Sinisterra 7 doelpunten. Gaat dat nog een intern strijdje worden eigenlijk binnen die selectie? Ja. Op een misschien wel leuke manier. Ja, nou ja, het ligt eigenlijk altijd een beetje aan de trainer, denk ik. Wat zijn voorkeur is. En die heeft hij volgens mij in deze voorhoede. Hè, met Sinisterra, Linskens en aan de rechterkant Jahan Baks. Op dit moment eigenlijk. Dat is zijn droomvoorhoede volgens mij. Nou nee, Jahan Baks niet. Hè. Die speelde nu bij afwezigheid. Ik denk die heeft hij gehaald voor die rechterkant. En Toornstra, die vult dat wel aardig in, maar is natuurlijk geen rechtsbuiten. Dat is een aanvallende middenvelder. Maar het idee is er nu wel dat het elftal wel staat en dat... Ja, nee, daar gaat het niet om. Als trainer heb je altijd Robert weet dat nog beter dan ik, want dat is echt een trainer geweest. Dat je van tevoren een bepaald plaatje hebt. Hè? Ja, en daar gaan altijd veranderingen in komen. Maar zijn eerste gedachte zal geweest zijn met Jahan Baks aan de rechterkant. Ja. En dat daar later, omdat Jahan Baks niet levert en nog steeds niet, hij maakte dan gisteren die 5e goal. Maar voor de rest vond ik het gewoon weer een uitermate zwakke wedstrijd van hem. Kopgoals en Brian Linssen, dat is ook een combinatie die wordt steeds gekker. Hij maakte gisteren 2, heeft ook nog een onbedoelde assist. Hoe kan je als zo'n klein mannetje, zeg ik met overigens veel eerbied, zo'n kopspecialist zijn? Door erop te trainen, door het talent te hebben en door karakter te hebben. Kop is ook vaak een kwestie van durven. Hij kan dat goed. Hij heeft de timing, ik denk dat Harry dat veel beter kan beantwoorden dan ik trouwens. Maar hij heeft ook een goede timing in het weglopen, in het omhoog gaan. Hij maakt het verdediger ook lastig. Hè? Even de vooractie naar voren toe, dan 4 meter loskomen. En dan kan hij hem alsnog weer aanvallen, die bal. Ja, Linssen is gewoon een goede kopper.
Gewoon echt een goede kop. En je moet het ook leuk vinden, hè, koppen. Ik zie toch te veel spelers die houden niet van koppen. Hè. Dat zie je in de trainingen. Wij deden heel veel kopspelletjes vroeger. Tennis, voetbal. En daar word je technisch goed in het koppen. Maar je moet ook, wat Robert terecht zegt, het bewegen voor de goal. Hè, dat is ook belangrijk. Loskomen van je directe tegenstander. Daar slim in zijn. En dan voor die bal gaan, die ballen aanvallen. En Linskes is daar een perfect voorbeeld van. Wij hadden vroeger Hans Schillaus. Hè, was ook niet groot. Echt een perfecte kopper. Dat was ook nog eens een keer verschrikkelijk gemeen trouwens. Ook jongens, dan ga ik nog verder terug. Gerd Müller, bij wijze van spreken. Nou, die was 1,60 meter volgens mij. Zowel in de breedte als in de hoogte. En die kopte ook waar het kon. En dat hoort gewoon bij je vak. Ja, ik sprak laatst twee Feyenoord-fotografen. Die zei, er is één speler die we altijd maar heel moeilijk kunnen fotograferen. Dat is die Linzen. Want hij is zo snel, schichtig. En dan verwachten ze niet. En dan hangt hij al in de lucht. Weet je? Ja, ik heb wel gehoord dat hele langzame fotografen zijn. Nou, dat zijn hele goeie. Nee, maar ik vind het eigenlijk schandaliger dan een profvoetballer die niet kan koppen. Dat is gewoon een onderdeel van je werk. Zoals je met een bal met de binnenkant moet kunnen spelen of met de buitenkant, links, rechts. Nee, natuurlijk, Harry. Maar het is in dit geval opvallend omdat hij niet zo groot is. En hij heeft er nu in de laatste 5 seizoenen 19 met zijn hoofd gemaakt. Even los van dat aantal seizoenen. Hij overtreft ook als Feyenoordspits nu toch alle verwachtingen. Dit had toch niemand verwacht toen hij 1,5 jaar geleden naar Rotterdam kwam? Nee, maar hij is natuurlijk ook gehaald voor de zijkant. Is toen uiteindelijk in de spits terechtgekomen. Maar ik heb daar ook ik heb ook de discussie nooit gesnapt. Die is natuurlijk aangezwengeld door de media, niet door Feyenoord zelf. Van ja, moet er dan een andere spits dan Linzen in? Ja, nee, die jongen doet het fantastisch. Hij heeft heel veel diepte in zijn spel. Hij heeft wel aanpassingsproblemen gehad in die zin. Hè. De rol als echt nummer 9 was er niet zo gewend. Iedere spits in Nederland heeft wel eens een wat mindere wedstrijd. En iedere spits speelt wel eens een keertje wat minder. Maar het aantal doelpunten wat hij gemaakt heeft, plus het aantal assists, plus dat hij ook nog eens een keertje op verschillende posities kan spelen, is het gewoon een ideale speler. Zijn rol in de pressing is natuurlijk ook heel groot. Hè. Hij is natuurlijk enorm fit, snel. Hij kan even, als er druk gezet moet worden, is hij er heel snel op. En dat is ook wel fijn, want je hebt ook hele grote, lange spitsen die niet zo snel zijn. En dan is pressie spelen toch wat lastiger, vind ik. Ja. Na die 5-0 van Feyenoord, gisteren thuis in dus die vervelende lege Kuip tegen Fortuna Sittard, vertelde trainer Arne Slot nog maar eens over zijn manier van voetballen. Nou, in de basis heb ik vooral gekeken naar wat ik dacht dat de mensen heel graag wouden zien hier bij Feyenoord is in het elftal. Dat als een maloot een keer ging om een tegenstander af te jagen. Ik denk dat dat de basis was wat de mensen vooral graag wouden zien. En hopelijk zou dat gepaard gaan. En dat lijkt op dit moment aan te lukken met het winnen van veel wedstrijden. En daarbij het scoren van goals. En dan weet je dat Guus kan afjagen, maar hij kan ook goals maken. Brian kan afjagen, maar hij kan ook goals maken. Nou, dat geldt voor Lewis en dat geldt voor Ali en voor Jens. Dus vanuit dat perspectief hebben we inderdaad ook goals in onze selecties. Maar mijn eerste doelstelling die ik voor mezelf had, was toen ik hier kwam. Oké, die mensen moeten in ieder geval het gevoel hebben dat wij, zeker als we hier thuis spelen, die tegenstander van het veld afjagen. Ja, en dat is gelukt. Dat is hem overigens snel gelukt. Ja. Is dat vol te houden? Ja, tuurlijk is dat vol te houden. Sterker nog, je bouwt door het seizoen heen, bouw je steeds meer conditionele vaardigheden op. Waardoor je dit steeds vaker en steeds beter kan. Dus ja, dat is absoluut vol te houden. Ja. Het ging net al eventjes over Johan Baks. Hè? Hoe vind jij die ogen? Ik zei het gisteren op de radio ook al. Een beetje wanhopig bijna. Hij is zo op zoek naar, en ik vind het echt een goede speler. En dat komt vanuit zijn verleden. Niet wat we nu zien. Maar hij is zo ontzettend op zoek naar die ene goal. Nou, die maakte hij dan gisteren. Hij had gisteren ook een fantastische individuele actie op een gegeven moment. Ja. Die net geblokkeerd werd. Ja. Dat zijn de momenten die hij even moet hebben om dat vertrouwen weer omhoog te krijgen. Maar het is ook een jongen die weinig gevoetbald heeft voordat hij naar Feyenoord toe kwam. Dus dat zal ook een zoektocht zijn naar ritme voor hem. Maar je ziet dat hij worstelt met zijn eigen vorm. Ja, ondanks dat hij dus nu ook even zijn basisplaats kwijt is, Alireza Janbaks, is hij toch nog wel redelijk opgewekt. Ja, ik wil graag gewoon iedere wedstrijd spelen. Winnen we gewoon iedere wedstrijd. En andere jongens zijn ook gewoon goed bezig. Maar voor mijzelf, kom hier om die Feyenoord te helpen. Om nog meer titels te winnen. En ik denk die potentieel van die club, die moet gewoon hoger en hoger staan. Ja, natuurlijk. Ik wil graag gewoon iedere wedstrijd op basis te staan en goed presteren. Maar dat gewoon is niet gewoon. Ik ga gewoon niet dit beslissen. De trainer beslist die 11 mannen. En ik denk we hebben gewoon meer dan 11 spelers. Ja, Johan Baks die maakte gisteren zijn eerste competitiegoal voor Feyenoord uit die corner van Mark Diemers. Die maakte weer zijn eerste minuten dit seizoen. Wat is zijn perspectief op dit moment bij Feyenoord voor Diemers? Die mocht eigenlijk al in de zomer weg. Was natuurlijk geopereerd. Vandaar dat hij lange tijd afwezig was.
Komende weken zal hij misschien nog wel eens een minuut komen. Maar in de winterstop wordt daar daadwerkelijk wel naar gekeken dat hij gaat vertrekken. Zelf had hij die wens ook. Ja. Zal hij donderdag spelen tegen Maccabi Haifa? Die kans is wel heel erg groot. Hè? Want Feyenoord mist sowieso Alireza Jaanbaks, die speelt tegen Israëlische clubs. Kuktu en Trauner die krijgen rust. En Gusteel is geschorst. Dus ja, die spelers zijn er sowieso niet bij. En dan zullen er misschien op één of twee posities toch ook nog wat spelers niet 90 minuten kunnen spelen. Dus ja, Feyenoord zal tussen aanhalingstekens met een B-elftal gaan spelen. Maar goed, Geert Ruida zal weer achterin spelen. Mogelijk dat Diemers, Wies Nelson, dat soort jongens dan de kans gaan krijgen. Teixeira ook nog ziek? Die was ziek, dus ja, die is dan misschien wel. Maar die speelt sowieso nooit 90 minuten. Dus. Maar is dat nog een lastige afweging? Ga je jongens nu rust geven? Want het is een drukke decembermaand voor Feyenoord. Geert Ruida moet natuurlijk gewoon spelen. Je hebt heel weinig nog gespeeld. En ik vond hem gisteren heel sterk. He, dat is echt een goede vervanger in ieder geval voor Trauner. En die zou ook samen met Trauner kunnen spelen als er iets gebeurt. Of laten zien dat hij het ook met Senesi kan. Want ik vind hem aan de rechterkant kan hij mij totaal niet bekoren. Want daar loopt hij altijd weg. In de opbouw sta je zo moeilijk. Als hij op de rechterkant staat, loopt hij altijd een soort naar richting het middenveld. En meestal nog centraal naar het middenveld. En die rechterkant die blijft dan open. Dan in dit geval kwam dan Jaanbaks tegen Heracles, geloof ik, kwam dan uitzakken. Dan loopt die hele rechterkant niet. En als Pedersen daar staat, die houdt het mooi breed. En dan vind ik, daarom heb ik liever Jaanbaks in vorm dan Toornstra, die dat op zijn manier moet invullen. Ik heb graag die veldbezetting goed. Mm. Lekker groot. Maar goed, Geert Ruida als rechtsback vorig jaar toch best wel wat doelpunten gemaakt. Maar ook allemaal door het midden, dus niet in de opbouw. Hè? En dat was een hele andere speelstijl, hè, die Feyenoord toen had. Dus dat kan je niet vergelijken met nu. Nu heb ik juist mensen aan die buitenkant nodig, die, zoals Malasia dat aan de linkerkant doet met Sinisterra. Dat er omheen komen, mooi breed vanuit die hoek en dan naar binnen komen. Maar nu staat Geert Ruida, als hij aan de rechterkant speelt, altijd helemaal midden in het middenveld. Ja. En dan ben je je opbouw kwijt aan één kant. Goed, we gaan dat zien met wie Feyenoord de donderdag gaat doen. Even los van rust geven. Er is ook gewoon geld te verdienen. Een premie van 500.000 als Feyenoord wint. Ja, dat is toch een uitzendgeld voor 500 gehaald. Dus dat is toch gewoon een speler. En misschien wel weer een basisplaats voor, niet weer. Dat zou de eerste keer zijn voor Reece Nelson. Gisteren mag hij ook weer invallen. Dat doet hij dan als nummer 10. Is er al een beetje een schets te maken wat hij nou kan? Want ja, we zien hem alleen nog maar als invaller. Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Jongen kan in ieder geval overal spelen. Daar zullen ze hem ook op gehaald hebben. En dat hij daar bruikbaar voor is. Nou, dit is wel een van die gasten waar ik van verwacht dat hij morgen veel minuten gaat maken. Of donderdag. Ja. Denk het wel. Maar ik vind het moeilijk in te schrijven. Ik kijk veel naar de Premier League ook. En ja, dit is een typische speler die heel goed rendeert in Nederland, denk ik. Mm-hmm. En dat zal in de Premier League misschien toch een ietsje moeilijker worden. Nog één ding, even kort wat betreft Feyenoord. De signalen zijn daar dat de coronamaatregelen zoals we die nu kennen, dus ook voor het voetbal, zullen worden verlengd. Gaat Feyenoord een poging doen, denk je, om Feyenoord-Ajax op 19 december dan te verplaatsen? Ja, die poging kunnen ze doen, maar al die clubs, ook Groningen zal zeggen, ja, we hebben nu tegen Feyenoord geen publiek, dus dat is gewoon kansloos. Ja, nou ja, de signalen wat je zegt, zijn wel zodanig aanwezig dat we tot de winterstop sowieso geen publiek, maar daarna is de verwachting toch ook dat het nog langer gaat duren. Dus nee, dat gaat Feyenoord natuurlijk wel ook gewoon geld kosten, want alle de maatregelen die er waren zodat de clubs gecompenseerd werden, was wel tot 4 december, dus tot gisteren. Dus er zal opnieuw nu wel weer een nieuw pakket moeten komen. Anders zal Feyenoord zichzelf heel erg in de vingers snijden. Wel geen volle kuip. Nee, maar dat is het financiële verhaal. Waar ik meer op hint is dat als het dadelijk Feyenoord Ajax op 19 december zonder publiek is. En op 20 maart Ajax Feyenoord in de arena, misschien met een beetje wel publiek. Dan is dat competitievervalsing, toch? Ja. Maar dat heeft Vitesse vorig jaar ook gezegd, toen er ineens thuis weer wel met publiek bij Feyenoord-Vitesse en andersom niet. Dit hou je altijd. En natuurlijk is heel vervelend. Ik snap het standpunt van dat je met een volle bak wil spelen. Dat wil iedereen. Maar ik denk dat je de richtlijnen moet respecteren. Zeker als je ziet hoe de ziekenhuizen toch vollopen, de IC's vollopen. Tot dat moment, als het anders is, dan heel graag. Maar tot dat moment moet je er gewoon aan houden. En nu gaat het in principe alleen maar om de entourage. Hè? Want Feyenoord is altijd volle bak. Of het nou tegen Fortuna is of tegen Ajax. Dat maakt maar juist tegen Ajax heb je de entourage. Ja, weet ik wel. Nee, die entourage natuurlijk. Daar zitten we allemaal op te wachten. En dat gaat nog even een tijdje duren. Maar misschien kan het een keer een voordeel zijn voor Feyenoord. Want Feyenoord heeft natuurlijk een record tegen Ajax. Wat niet echt sterk is de afgelopen 20 jaar. Nou, wat was het? Januari 2019, maar goed. Nee, maar ik heb het over gemiddeld genomen. Ja. Wordt er veel verloren van Ajax. Dat is waar. En dit is dan weer een hele andere situatie zonder publiek. Misschien kan het ook wel eens in je voordeel werken. Over Sparta, mannen, ligt een verdrietige sluier op dit moment op vele vlakken. Afgelopen vrijdag Wout Holverda en vandaag Andriessen, allebei begin 60. Hoe is het toch mogelijk? Wat herinner jij je eraan, Sinclair, als je aan die twee mannen denkt? Ja, nou, laten we beginnen met het nieuws van vandaag. Dan met Aad Andriessen, die we natuurlijk
sinds ik ook bij Rijnmond werk, ken hem. Hij was nog scout ook bij Sparta. Je kwam hem altijd tegen, vriendelijke man. Amateurvoetbal. Amateurvoetbal, ook bij heel veel amateurclubs, maar ja, ook bij Sparta. We hebben hem heel vaak ook uitgenodigd om als analist te fungeren. Vriendelijke man. Had natuurlijk ook een hartinfarct al opgelopen. Nou, daar was hij toch heel sterk van hersteld. En toch deed hij nog heel veel werkzaamheden. Ja, dan krijg je dat nu, dat nieuws, 60 jaar. Ongelooflijk. En dat ook in een week waarin ook die andere Wout Holverda. Twee van die spelers die met Sparta in de jaren 80 voor heel veel mooie successen bij Sparta hebben gezorgd. Nog die bekende Hamburgwedstrijd uit ook hebben gespeeld. Ja. Mooi bij Holverda was dat supporters de laatste jaren hem ophaalden in Leiden, ja, om naar de wedstrijden op het kasteel gewoon te gaan kijken. Gewoon op de normale tribune, daar was hij graag. Dus ja, daar zal hij nodig worden gemist. En ja, Andries, echt een jongen van Sparta. En echt van Spangen, daar getogen. Goh, wat is dat schrikken dan op zo'n dag. Dus gaan wij bij Rijnmond dan ook de archieven in. En komen tot wat recente beelden nog die we hebben kunnen maken met Holverda en Andriessen. Allemaal heel hartelijk welkom hier in Bergsenhoek bij de wedstrijd BVCB 1 tegen Zuidland 1. Het is december 2017 als Aad Andriessen als coach van Zuidland het opneemt tegen het BVCB van de voormalig Sparta-trainer Jan Eversen. 5 jaar daarvoor moest Andriessen al noodgedwongen stoppen als amateurtrainer vanwege een herseninfarct. Maar net zoals vroeger op het veld knokte hij zich ook nu weer terug in de wedstrijd. Ik kon helemaal niet meer praten, ik kon helemaal niet meer schrijven. Ik moest alles weer helemaal leren. En ik heb gevraagd ook op een gegeven moment in het ziekenhuis wat zijn de doelstellingen, wat kan, hè, wat kan je niet. Ja, dan houdt het ook in dat je een bepaalde mentaliteit moet hebben. Van als zij zeggen van het is misschien 80% dat je terug kan komen. Ja, dan moet je gewoon voor 85 willen gaan. En dat heb ik proberen te doen. En daarom denk ik ook wel dat ik weer een beetje beter aan het praten ben. Ik heb tegen iedereen heel duidelijk aangegeven wat ik heb gehad. Daar hoef je geen doekjes om te winden. Hè. En iedereen moet ook weten dat als er een keertje iets is, dat ze me niet goed kunnen verstaan of wat dan ook. Zeg het, blijf niet meelopen. Ik vind het veel erger als ze achter mijn rug iets zeggen. Als dat ze tegen mij zeggen, dan is het veel makkelijker. Nou, en tot op heden heb ik daar nooit een woord over gehoord. Dus in mijn ogen gaat het goed. Ook Wout Holverda hebben we met Rijnmond na zijn carrière meerdere malen bezocht. Zoals de keer dat hij met de Sparta Legends speelde tegen Lucky Ajax, 7 jaar geleden. Toen al zamelde hij geld in voor de stichting Alzheimer Nederland. Waar zijn geheugen hem nog wel eens in de steek liet, gold dat niet voor zijn gevoel voor humor. Ik heb al van tegen Van der Sar gezegd, ik schiet er wel naast. 56 keer scoorde Holverda in officiële wedstrijden als spits van Sparta. En 1 keer in deze benefietwedstrijd. Met mijn rechterbeen. Dat was normaal, altijd mijn zwakke been. Ook al speelde Holverda ook voor Fortuna Sittard in Haarlem, Sparta bleef altijd zijn club. Jarenlang bezocht hij ook wedstrijden van het eerste, zoals hier bij Telstar. En heel open sprak hij over zijn ziekte. Alzheimer is gewoon een soortement van sluipmoordenaar. Je kan heel lang stabiel blijven. En het kan ook naarmate je ouder wordt, dan kan het slechter worden. Maar er zijn geen medicijnen voor, helemaal niks. Dus en ik vind gewoon dus dat iedereen dat moet weten. Omdat hij door Alzheimer niet meer mocht rijden, werd hij opgehaald en thuisgebracht door de supporters van Sparta. Onder wie deze Peter van der Zwan. Dat is gewoon fantastisch. Dat zijn ze me nog niet vergeten. En op hun beurt zullen alle Spartanen deze twee clubiconen ook niet vergeten. De liefde was en is wederzijds. Triest, hè? Ja, dit raakt mij ook. Weet je, in principe jonge gasten nog die nog goed in het leven staan. Alzheimer is natuurlijk, wat hij zelf al zegt, een sluipmoordenaar. En voor iedereen eigenlijk wel een boodschap van haal het maximaal uit je leven. Ja. Weet je, al het chagrijn wat er soms wel eens leeft. Laat het gaan en doe de dingen die goed voor je zijn. Mooi gezegd, Robert. Dankjewel daarvoor. We moeten dan weer naar de dag van vandaag. Dat vind ik altijd het lastigste van dit werk. Maar Sinclair, vandaag, wel bij Sparta, een overleg
over de bestuurlijke impasse die er is tussen het bestuur en de technisch directeur Henk van Stee. Weet je wat daar uitgekomen is? Nee, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat Henk van Stee afgelopen zaterdag wel weer bij Sparta was, hè, bij de laatste training. Dus zeg, met Van Stee heeft hij natuurlijk gewoon goed contact. Morgen gaat hij zich zo goed als zeker wel weer bij Sparta ook melden wanneer er een bestuursvergadering is waar hij aanwezig is. Hij was er vandaag niet bij. Wat er wel is dat heel veel medewerkers ontevreden zijn over Henk van Stee. Daar is vandaag een artikel over verschenen bij ons op de website. Dus medewerkers en van het kantoor, maar met name ook binnen de jeugdopleiding, die willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt, omdat zij ontevreden zijn over de werkzaamheden. En ja, Henk van Stee, Manfred Los hebben we vandaag geprobeerd te bellen daarover. Henk van Stee hebben we ook gebeld. Die zei, ja, ik juich dat alleen maar toe, een onafhankelijk onderzoek, want alles wat ik doe, al die beslissingen die genomen zijn, of trouwens dat Dolf Rocks weg is en er zijn meerdere Sparta-mensen uit de organisatie gehaald, omdat we weten dat hij niet tevreden is over de jeugdopleiding. Hij zegt, ik juich dat alleen maar toe, want dan moet het wel eigenlijk transparant, zo'n onderzoek, want ja, dan wordt de vinger op de zere plek gelegd en alle beslissingen die ik neem, neem ik in het belang om Sparta in de Eredivisie te houden. Ja. Dus wordt ongetwijfeld vervolgd, maar ja, feit is nogal altijd dat het dus dat niet alleen het sluimert, dat hij natuurlijk een heel ander beleid in zijn ogen heeft dan de Sparta-directie, maar dat dit op de achtergrond ook speelt. Precies. Dus. Maar even inderdaad over misschien dat verschil in beleid. Jij hebt een recent verleden, Robert, als technisch directeur. Herken je dit, dat inderdaad een club zegt, ja, we hebben wel geld, maar dat geven wij liever op een iets andere manier uit, en dat jij als technisch directeur zegt, ja, ik moet meer hebben? Nou, dit verbaast me wel een klein beetje. Meestal zijn het de trainers die daarom vragen. Ik kan me dat ook bijna niet voorstellen, dat je op beleidsmatig niveau echt een verschil van mening hebt, want dat spreek je van tevoren uit. Zeker voor het seizoen ga je daar maar in mee. Wat wel lastig is, waar volgens mij, naar mijn bescheiden mening vanaf de buitenkant, is dat Van Stee een bepaalde route is ingegaan, onder andere met het ontslag van Rocks. En wat je daarvoor nodig hebt, op het moment dat je de cultuur gaat veranderen en je wilt dingen anders doen, heb je succes nodig. En op het moment dat het succes er dan niet is... Maar nou, dat was het natuurlijk recent wel. Hè? Ja, play-offs Europees voetbal gehaald. Maar nu even niet. Nee. En dan krijg je natuurlijk van allerlei weerstanden binnen de club. Ja. Ik ken de financiële situatie niet bij Sparta. Maar wat ik begrepen heb, eigenlijk van jullie uit, is er een vergadering geweest waarin het bestuur heel duidelijk uitgesproken heeft van, joh, wij staan achter Laros in deze. Ja. En dan neem ik ook aan dat goed doorgesproken is. En ik, nogmaals, van buitenaf lijkt het wel even of er een ego-clash geweest is bij Sparta. En volgens mij is dat dan wel weer op te lossen. Maar dit is ook iets niet wat eigenlijk nu speelt, hè? Die relatie is eigenlijk ook wat je zegt. Vorig jaar was die ook niet goed. Maar ja, de resultaten, precies, die verbloemen dan heel veel. Ja, maar precies. En nu is irritaties. Hier hoef je toch geen onafhankelijk onderzoek. Dit is toch gewoon twee partijen die recht tegenover elkaar staan. En één gaat er winnen. En over het algemeen is dat degene die de baas is. Maar toch hoopt de trainer, Henk Vreese, die natuurlijk nauw contact heeft, dat daar nog wel alle partijen bij elkaar komen. Maar wie is de baas bij Sparta? Dat is Laros. Het bestuur. Dat is de algemeen directeur, ja. Precies. Ja. Nou ja, dan gaat hij het afleggen tegen Van Stee. Dat kan niet anders. Die staan recht tegenover elkaar. En het bestuur en Laros dan in het bijzonder, die hebben ook nog het grootste gedeelte van de jeugdopleiding achter zich. He, want die zijn bang voor Van Stee. Dat is wat ik eruit opmaak. He. Die zijn bang voor hun baantje. Want hij gaat daar. Maar als je Van Stee het voor het zeggen krijgt, gaat de bezemmuur heen. Nou, dat is al gebeurd. Ja, maar die gaat nog erger worden. Want dit zijn ook mensen die onzeker zijn over hun positie. Die nu klagen. Ja, maar daar gaat het erom. Ze staan twee recht tegenover elkaar. Maar jij noemt net Fraser, Sinclair. Denk jij dat als Van Stee inderdaad opstapt of ontslagen wordt, dat dan ook Fraser vertrekt? Nou, we hebben natuurlijk vrijdag gesproken. En hij zei dat hij voor een dilemma stond. Hij heeft nooit de naam genoemd van bestuur. Hij zei wel, dat mijn dilemma is dan of mijn spelersgroep, waar ik een goede band mee heb, of ook de man die mij eigenlijk gehaald heeft, die me aangesteld heeft als trainer. En waar we samen een weg zijn ingeslagen met als doel Sparta stabiele middenmotor maken in de Eredivisie. Sterker nog, linker rijtje. Hij zei er ook nog bij, misschien is ons succes wel te snel geweest, maar die stappen zouden we nemen. Maar aan de andere kant, Sparta zegt gewoon, ja, we gaan het risico niet nemen om op dit moment, en Van Stee wil dat er wel risico genomen wordt op het moment dat Sparta nu op een afslag zit van, ja, gaan we nu het elftal versterken? Maar dan kan het wel zo zijn dat we er te veel geld in gooien. En als het dan misgaat, ja, dat heb je bij meerdere clubs gezien, kan het ook goed misgaan. Ja, want dus degraderend kan duurder zijn. En dus begrijp je ook het standpunt van Sparta. Die zegt, dat risico gaan wij niet lopen. We beginnen elk jaar al met min 2 miljoen. De cijfers zijn natuurlijk ook afgelopen vrijdag gepubliceerd. Die cijfers die niet rooskleurig zijn. Nee. Dus ja, dat is wat er op de achtergrond speelt. En dan komt nu ook nog de ontevredenheid via medewerkers op tafel. Ja, hoe loopt dit af, Robert? Ja, ik heb geen inzicht in de financiële situatie van Sparta. Dus dat vind ik heel moeilijk praten. Overigens denk ik dat het duo van Stee Fraser, dat wordt nu heel erg gebouwd als, en geframed als duo.
Ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat zijn twee individuele personen. En Henk Vrezig, daar is op dit moment helemaal geen enkele reden voor kritiek toe. Ondanks de prestaties van Sparta. Ik denk dat hij het maximale met die groep aan het doen is. En dat zie ik als twee losse eenheden. Dus mocht Van Steek kiezen om te vertrekken of moeten vertrekken, dan denk ik niet dat dat invloed heeft op Henk Vrezig. Die laat Vrezig. Echt niet zomaar zijn ploeg in de steek, want dat is wat nee, je dat dan doet. Ik ook niet. Dus. Maar hoe kansloos was het wel niet gisteren dan, Harry? Nee, natuurlijk was het heel slecht. Maar AZ is net weer natuurlijk in de opwaartse lijn, dus dat is natuurlijk gewoon een hele moeilijke tegenstander. Ik verwacht dat die ook weer richting de vierde plaats gaan voetballen de komende maanden. Maar het ziet er gewoon. Ik ben heel somber over het niveau van het elftal. Hè, dus achterin moeizame opbouw, weinig voetballend vermogen. In het middenveld geen enkele... Maar wel goed georganiseerd, toch? Ja, georganiseerd wel. Als je de bal hebt, als je punten wil halen, moet je ook doelpunten maken, moet je ook wedstrijden winnen. Ja. En dan zal je moeten voetballen ook zelf. Dus achterin niet goed, middenveld geen creativiteit en voorin geen scorend vermogen. Dat is nu de balans op dit moment. Nou ja, en dus Van Steen heeft gelijk en Vrezen zal daar ook... die willen... paar nieuwe spelers erbij, goede spelers. Ja. En als daar geen mogelijkheid door is, nou dan ga je gewoon voor de degradatieplaatsen voetballen dit hele jaar. Maar goed, zeker geen kritiek op beide, maar Van Steen en Vrezer hebben ook deze selectie hiervoor gekozen. Hè? Dus daar mag je natuurlijk ook wel wat van vinden dan. Nou ja, ik weet niet, volgens mij konden ze ook al geen geld uitgeven van de zomer. Hè? Nou, Van Steen heeft het boetekleed aangetrokken met de transferwindow die mislukt is. Er zijn natuurlijk wel wat spelers vertrokken. Je moet ook gewoon eerlijk zijn, de spelers die gehaald zijn, zijn op dit moment bijna geen basisspelers. Dus die vallen tegen. En de manier waarop Mazur als bij die 2-1 van Carlson wegwerkt, dat staat natuurlijk echt nergens op. Nee. Die afgeslagen bal. Maar er waren ook wat spelers waar ze ver mee waren, die uiteindelijk niet gekomen zijn. Darvalou, Reinders. Ja. Nee, Sparta zit in het hele moeilijke segment waar al die 8 andere eredivisieclubs en de top van de eerste divisie, daar beweegt Sparta zich in. Nou ja, moet je dan op het allerlaatste. Dus wat je moet zorgen is dat je scouting enorm goed op orde is. Zodat je heel snel in die fases door kan schakelen op bepaalde spelers. En of dat nou talenten zijn van de absolute topclubs, of dat je inderdaad jongens uit het buitenland gaat halen waar niemand kent. Ja, dan moet je echt je scouting enorm goed op orde hebben. Ja. Maar goed, Harry, je zei het net duidelijk, die maakt zich zorgen. En een dergelijke alarmbel liet Henk Vrezen zelf gisteren na die 3-1 nederlaag in Alkmaar zelf ook wel gaan. Nou, sinds ik bij Sparta ben, vind ik dit wel onze minste wedstrijd, als ik eerlijk moet zijn. Waar ligt dat aan? Ja, aan alles, de uitvoering. Ik vond dat wij totaal geen moment gevoeld hebben dat we tegen een uitstekende ploeg spelen, maar dat er ook heel veel mogelijkheden lagen. Ja, en als je dat niet voelt, dan gaat het ook niet gebeuren. En het heeft soms te maken met de spanning, soms met de stress van de plek waar je staat. Het dolgraag willen, een resultaat willen halen. Nogmaals, mijn ploeg, je kan alles van ze zeggen en we spreken elkaar ook altijd wat dat betreft heel eerlijk naar elkaar uit. Datgene wat we voelen, maar we weten van elkaar dat we echt wel willen. Alleen ja, het is gewoon niet voldoende. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Nee. Dat gold gisteren trouwens ook voor Tommy Beugelsdijk. Die hebben we veel bewierd ook de laatste weken en maanden. Zeker sinds die Spartaan is. Maar zo'n wedstrijd kan er wel eens tussen zitten natuurlijk. Een ongelukkige wedstrijd noemen we dat. Maar ja, blijf een jongen die altijd voorop gaat in de strijd. Geen goede voetballer, maar in mentaal opzicht wel belangrijk voor dat elftal. Alleen, ja, de totale balans, het frame staat gewoon niet lekker. En nogmaals, als je weinig creatief vermogen hebt op het middenveld, dan komen de aanvallers weer. Ja, weinig of niet in scoringspositie. En die zijn al niet makkelijk in het maken van doelpunten. Dus dat loopt allemaal in elkaar over. En wat dat betreft ziet het er gewoon hartstikke somber uit. Nou, je ziet Vrezer ook zoeken. Op een gegeven moment moet hij natuurlijk wisselen. En kiest hij niet voor een centrale verdediger, voor een andere centrale verdediger. Toen Vriends eruit moest. Nee, ging een linie naar achteren. Ja. Kwam er wel wat meer voetballend vermogen weer bij. Heeft natuurlijk ook met de stand te maken op dat moment. En je zag het ook in de laatste 20 minuten. Emeka eraf gehaald. Terecht waarschijnlijk, hè? Want die zal niet goed getraind hebben. Die zal problemen hebben gemaakt. Was het verhaal, ja. Dus die moet even gecorrigeerd worden. Nou, dat vind ik dat je er als trainer alle recht toe hebt. Maar op het moment dat hij erin kwam, kwam er ook wel weer een klein beetje wat extra's. Ja. Dus ik denk dat dat een heel moeilijk dilemma is. En ja, Sparta heeft gewoon geen geweldige ploeg. Dat zijn pijnlijke, maar wel afrondende woorden voor vandaag. Dankjewel, Robert Maaskant. Kom snel weer eens terug. Sinclair, Harry, ik verwijs nog eventjes naar onze website en de app. Want daar staan dan ook weer vandaag 2 podcasts die door de sportredactie zijn gemaakt. Uitgebreid over Sparta. En ook eentje over wat er 20 jaar geleden vandaag op de kopaf is gebeurd. U weet het vast nog wel. Die vrije trap van Pierre van Hooijdonk op bezoek bij Freiburg. En Robert zei eerder vanavond al, daar heeft hij zelfs op getraind toen. Om zo de kruising in te schieten. Als dat allemaal waar is, dan is het goud. Tot zover. We zijn er wat betreft FC Rijn. Rijnmond vrijdag weer. Dat is dan de dag nadat Feyenoord speelt tegen Maccabi Haifa. Graag tot dan. Goeiedag.
programma werd mede mogelijk gemaakt door Bauhaus ten Horen, Frans Metz de Bedderij, Kleven en Zonen en Bingo. Ja, na FC Rijnmond gaan we online altijd nog een paar minuten door met onze analist van de dag. Dat is vandaag Harry van der Laan. Harry, over de verdedigers bij Feyenoord. Die was best wel kritisch op Geertruida, die gisteren als centrale verdediger goed speelt. Maar als rechtsback vind jij hem inmiddels niet meer. Nou, ik heb hem nou een aantal keren bezig gezien de afgelopen maanden. En ik vind dat Pedersen dat veel beter invult. Hè, ik heb het dan over met name de opbouw. Dat Pedersen houdt het goed breed. En daarin zie je ook de overlapping met de rechtsbuiten. Of dat nou Torenstra is of je Haanbaks. Dat gaat allemaal prima. Maar als zo gauw Geertruida aan die rechterkant speelt, dan loopt hij altijd het middenveld in. Dus dan ben je je rechterkant kwijt. En je kan dan sta je met de bal centraal. Dus of het nou Trauner is of Senesi. Die kunnen die kant al niet meer aanspelen. Dan heb je alleen nog Malasia of eventueel Sinisterra aan de linkerkant die je kan bereiken. Nou, dat is dus heel makkelijk af te stoppen. Hm. Daarom zag je tegen Heracles ook dat het voetballen veel moeilijker ging als nu tegen Fortuna bijvoorbeeld. Hm. Dat had daar ook mee te maken. Hm. Dus Geertruida uitstekend centraal achterin. Heeft hij echt foutloos was dat. Zeer betrouwbaar zag dat eruit. En ze gaven ook helemaal geen kansen weg. Dat is goed, maar ik zou hem toch niet zo graag meer aan die rechterkant zien. Oké, duidelijk. Dan de linkerkant, Malasia. Hoe kijk je naar de ontwikkeling van hem de laatste tijd? Hij, laatste wedstrijden, heeft hij aanvallende drift ook. Ja. Schoten nou, heeft hij altijd wel gehad. Heeft hij altijd gehad, maar hij schiet veel goal. Hij is wat meer ook aan het zoeken naar een goal. Ja. Terwijl hij in het verleden... Nee, hij komt bijna altijd met zijn rechterbeen uit natuurlijk. Als hij moet afwerken. Ja. Dus nee, maar ik vind hem prima hoor. Hij en Sinisterra, prima. Koppel daar aan die linkerkant. Voelen elkaar goed aan. Vinden het leuk ook volgens mij om met elkaar te voetballen. Is ook belangrijk. Hè, dat je zou als het ware... Die liggen met elkaar op de kamer. Hè, op trainingskamp. En zo moet je het een beetje zien. Ik hou van koppels. Er was vroeger een trainer bij AZ. Ik ken even niet op zijn naam. Die Duitser. Kessler. Okay. En die dacht in koppels. Dat is heel lang geleden, al jaren 80. Maar daar geloof ik ook in. Hè? Dus de nummer 10 met de nummer 9. Linzen met Til en zo. En het centrale duo. En zo vorm je ook in het veld met elkaar een bepaalde... dat je een klik met elkaar hebt. Een soort van vriendschap. Ja, dat is heel belangrijk. En als je dat door het hele elftal heen hebt, dan werkt dat goed over het algemeen. Nog één ding even, Harry. Jij bent de eerste geweest. Het is een paar weken geleden die het woord kampioen op de Nederlandse televisie. Ben ik nog steeds... je bent nog steeds... En daar word je ook om geroemd. En ook wel om... uitgelachen. Uitgelachen af en toe. Maar dagkoersen, dat is nou helemaal ons werk. Nu? Ik zie gewoon dat er iets ontstaat bij Feyenoord. Hè, de as is goed, de balans is in het elftal. Zeker met Ausnes nu op het middenveld zie ik die balans is goed. En dat is dat frame dat staat. En dat er af en toe eens een ander invalt. Hè. Je ziet het nou, trouwen er even niet bij. Geertruiden neemt het moeiteloos over. Dat zijn goede... Dat is een karakter van een kampioensploeg. Als je niet te veel verzwakt of misschien zelfs nog wel eens in sommige gevallen beter wordt. Maar Ajax is toch veel te goed, Harry? Nee, natuurlijk. Maar die hebben nog heel veel andere dingen ook aan hun hoofd. En, kunnen, en het gaat toch, dat zei Robert Maaskant net terecht, het gaat eigenlijk nu een beetje in de grote wedstrijden beslist worden. Hè, in het verleden was het nog wel eens, als je die kleintjes punten laat liggen, hè, dan kan het fout aflopen. Maar nu is het eigenlijk de clashes tussen Ajax, Feyenoord en PSV, die gaan bepalen wie de kampioen gaan worden, denk ik, dit jaar. Toch? Nou, dat is wel een tijd geleden dat geweest is. Dus dat ziet er voor Feyenoord hartstikke goed uit. Binnenkort hebben we natuurlijk Feyenoord Ajax. Met of zonder publiek, maakt mij niet uit. Dat wordt echt een schitterende clash tussen twee ploegen die allebei ook het initiatief willen nemen. Dus dat is ook hartstikke leuk. En ik verwacht daar heel veel van. Nou, we moeten nog even wachten. Een paar weekjes. Dankjewel, Harry. En u bedankt weer voor het kijken. Vrijdag is er weer een nieuwe FC Rijnmond. Tot dan.